Tineke Bolhuis van de Partij van de Arbeid-fractie gaf zondag te kennen dat zij uit de fractie ging stappen per direct. Zij gaat als zelfstandig raadslid verder. De reden daarvoor is dat de interne communicatie en samenwerking gewoon niet goed verliep. En ik gewoon wil blijven vechten en strijden voor mijn idealen. En daar had ik binnen de fractie te weinig ruimte voor op dit moment. Ja. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma en de zaken zoals ze er nu liggen, dan kan ik helaas niet anders constateren dat het niet altijd zo is. Ja. Ik ben nu de 14e fractie. Wij zijn natuurlijk de verkiezingen ook ingegaan met 14 fracties. Dus in die zin zitten we weer daar. Maar aan de andere kant, politiek bedrijven is natuurlijk ook gewoon nauw samenwerken met elkaar. En die samenwerking zal ik zeker blijven zoeken. Ook buiten het gemeentehuis te kijken van wat speelt er, wat leeft er. Ik zal blijven opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. En daarin ga ik zeker mijn samenwerking zoeken met andere partijen. Nou, waar ik echt natuurlijk heel hard voor ga vechten is kunst en cultuur, sport. We hebben met elkaar afgesproken dat we er niet verder op zouden bezuinigen. Toch staat het nu weer in de begroting. We lopen het risico er toch op te bezuinigen. En ik vind dat dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook voor de zwakkeren in de samenleving. Ja, het lijkt me vanzelfsprekend dat ik de samenwerking met name in de linkse hoek zal gaan zoeken. Het kwam voor mij en ik denk ook voor de hele fractie en bestuur als een donderslag bij heldere hemel. We hebben een moeilijke start gehad, zeg maar, naar de laatste verkiezingen. We hadden natuurlijk zetels ingeleverd. Dus we hebben echt wel even wat tijd nodig gehad om aan elkaar te wennen en de boel opnieuw op de rit te zetten. Maar we hadden eigenlijk allemaal het gevoel dat dat steeds beter en steeds prettiger ging. En we hebben niet eerder begrepen dan zondagmorgen dat mevrouw Bolhuis daar ontevreden over was en dat ze dus opstapte. Ja, dat was een enorme schok. Ik zal je vertellen, ik was toevallig met de begroting bezig om het door te nemen en nog wat te kijken hoe we het een en andere sociale konden krijgen. En werd ik opgeschrikt door het bericht dat mevrouw Bolhuis de fractie zou verlaten. Ja. Kwam het nou echt als een donderslag bij heldere hemel? Nou, sterker, het kwam nog zwaarder dan een donderslag bij heldere hemel, want ik had het echt niet gedacht. Er was geen aanleiding in mijn beleving, zeg maar, voor het vertrek van haar. En nou ja, zeker niet op het moment waar we nu voor staan, zeg maar, voor een zware begroting. Neemt niet weg dat ik ook natuurlijk met andere partijen wel op één lijn kan komen en dat we zaken delen. Ook met de Partij van de Arbeid? Vanzelfsprekend. Neemt collectieve ziektekostenverzekering. Dat weet iedereen, daar heb ik keihard voor gevochten. En hij staat nu in de begroting. En daar zal ik zeker met de Partij van de Arbeid mijn samenwerking in blijven zoeken om dat voor elkaar te krijgen. Drie, twee, één, schiet! Oké dan, applausje. We zijn toen gaan zoeken naar, ik heb het altijd genoemd, logeeradressen. Liefst op plaatsen die dicht liggen bij de bevolking. En we hebben twee soorten logeeradressen gevonden. Verzorgingshuizen en sportverenigingen. Om met de laatste te beginnen. Het kwam min of meer als geschenk uit de hemel dat de mensen van het project Actief Betrokken Club contact met mij opnamen om te onderzoeken of er met een aantal sportverenigingen niet te praten viel over het onderbrengen van een afhaalpunt in hun accommodaties. In het verleden hadden we meerdere vestigingen in de van de bibliotheek in de stad. En die zijn in de loop der jaren gesloten en afgelopen januari is het filiaal van de Schelvorst gesloten. En hebben we van de gemeente opdracht gekregen en wilden we natuurlijk zelf ook in de wijken toch punten hebben waar mensen hun boeken kunnen afhalen. Dus er staat geen grote collectie boeken van de bibliotheek, maar mensen kunnen vanuit huis hun boeken reserveren. Die worden opgehaald. En die worden gereserveerd op het moment dat ze binnenkomen, zorgen wij dat ze apart gehouden worden. Wij brengen ze dagelijks naar die afhaalpunten toe en die worden dan bij een sportclub of bij een verzorgingstehuis in de kast gezet. En mensen kunnen daar hun boeken weer ophalen. Ik heb nog even in de boekenkast gekeken van mijn dochters. Ik heb er drie, die hockey hier allemaal. Daarom vind ik het ook leuk dat ik hier nu mag staan. En er staan ook een aantal boeken in van hockeymeisjes. En ik heb ze niet helemaal kunnen onthouden. Maar als ik dan in de boekenkast kijk naar Bikkels en Ballenmeisjes. Dat is een van de titels in onze boekenkast. Hockey, hobbels en kunstgrasknieën.
of echte hockeyers douchen niet. Nou, bij de laatste moet je niet te veel bij voorstellen. En wat ook een hele fijne service dan is, ook al denken mensen van ik vind het fijn om zelf mijn boeken uit te zoeken in de bibliotheek. Ze kunnen het wel inleveren alleen bij zo'n afhaalpunt. Dus als je denkt van oh, ik heb geen tijd om naar de stad te gaan en het boek moet terug, dan lever je het daarin en dan halen wij het op. Dus het is om te reserveren en af te halen, maar alleen inleveren kan ook. Ik ben Sibiel Heijnen. Ik ben kunstenaar. Ik woon in Almelo. Ik werk in Almelo. En ik doe projecten over de hele wereld. En dit was een kans om in het stadhuis een prachtige raambekleding te mogen maken die tegelijkertijd als kunstwerk zou kunnen dienen. Het uitgangspunt bij dit gordijn is specifiek dat er allemaal lijnen moeten zijn die verschillend zijn, waar veel nuances in moeten zitten. Dat als je ook maar een klein beetje draait of een klein beetje van kijkhoek of een standpunt verandert, dat alles er alweer anders uitziet. En dat vind ik voor deze plek misschien wel het belangrijkste inzicht wat er zou kunnen ontstaan. Ik noem het een waterval van lijnen. En al die lijnen zijn opgebouwd door met de hand geknipte elementen die vervolgens gelaagd weer op elkaar gelegd zijn. En ook die gelaagdheid geeft in overdrachtelijke zin een prachtig beeld. Want door verschillende kanten bij elkaar te voegen, krijg je elke keer een ander beeld. Terrein. Waarom zijn jullie tot dit initiatief gekomen? Nou, eigenlijk omdat we het leuk vinden om iets te organiseren binnen onze stadsgrenzen. En we proberen mensen wat mee te geven als het gaat over, over lekker en goed eten. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid kennen. Dus van kop tot staart en daar pas worst denken wij heel goed binnen. Ja. En wat voor kramen hebben jullie hier allemaal staan? Ja, heel uiteenlopend. We hebben echt kleine ambachtelijk werkende bedrijven, zoals een mosterdmaker en we hebben een kleine bierproducent. Mag ik vragen hoe oud u bent? 50 jaren. Kijk. Waar haalt u de mosterd vandaan? De mosterd die haal ik uit mijn eigen bedrijf. Dat is de Braakhekken mosterd uit Harsen. Daar maak ik 9 verschillende mosterdvarianten. Ambachtelijk, zonder eetmiddelen, puur natuur, met heerlijke kruiden. Nou, we hebben natuurlijk ook bekende slagerijen hier uit de regio. Worst uit Friesveen? Ja, natuurlijk kan dat. Al onze worsten met goud bekroond, dus wat wilt u nog meer? Oké, dus jullie verwachten ook een heleboel mensen hier vanmiddag? Nou, als wij zien dat we vorig jaar hadden we zo'n 900 gasten, verwachten we dit jaar, hopen wij, in ieder geval zo'n 1500 mensen te mogen begroeten hier. Ja. Dat zou mooi zijn. En zijn er nog dingen waar jullie extra aandacht aan willen geven? Oei, goeie vraag. Extra aandacht aan. Ja, iets uitbreiding van aantal deelnemers met bedrijven en dergelijke. Ik vind het heel leuk dat we een gratis evenement kunnen aanbieden voor onze stad. Uiteraard gekoppeld hier aan de locatie hier op het Indiëterrein. Gewoon een positieve sfeer proberen neer te zetten. Extra aandacht. Ja, wat extra muziek hebben we weer erbij betrokken. Zodat we heel de middag gewoon lekker wat live muziek hebben. Ja, dat is denk ik wel even hoofdzakelijk.
zijn Pieten. Wij zijn Stoere Pieten. Wij zijn Pieten. Wij zijn Stoere Pieten. Dans mee de Pietenvaart. Heel wat eentje lift. Oh, je hebt de binnenwagen meegenomen. Nog eentje zwaarder. Nog één keer lift. Café Herberg, de Kogel. De Kogel. Ja. En dan hier het Sluisveld, allemaal lijnbebouwing. En dan stopt het hier bij de Café de Kroon. Ja. Dat is nog maar pas afgebroken. Hier zit van die mooie dingen. Ja, dit kan wel. Ja. Dat is de benieuwdheid. Kijk, als je nou jouw boerderij staat. Zie, ja. Hoe staat dat? Boerderij? Oh ja, dat weet ik. Maar dat zit er ook altijd aan. Dit, maar hier, dat is nu waar de ABN AMRO in zit. Dat was bakkerij Jan Eshuis. Een grote bakkerij daarachter. Ja, ja, dat is bakkerij Eshuis. Ja, ja. En ja, wat ga je daar verder naar? Is ook lang weg. Is ook wel heel lang weg. Ja, is wel heel lang weg. Het met gele verblendsteen, dat was iets nieuws. Aan de overkant, daar was bakker Koenderink. Die had een
brood- en bakketzaak. Maar en het is niet manskoendering. Nee, is geen manskoendering. Nee, die Jan Koendering was daar. Jan, de oude Jan of Jans Koendering. Ja, ja. En waar de bloemenschuur op staat, dat was de bakkerij. Zo'n laag batterijtje. Dat is later is dat allemaal weer herbouwd. En hier op veld kennen ze ze beter uit Muske. Als Muske. Ja, Muske noemen ze ze, ja. Het hele veld noemen het Muske. Hier heeft dus die boer die smederieën wees. Dag meneer. Ja. En hier stond de peren. Dus. Ja. Dit was vroeger een. Het is nog Geerding radiateur. Maar dat was vroeger een heel oud smederijtje. Ja. Luxe. Luxe. En waar zijn jullie dan? Pierre van Homme Luxe is door. Pierre van Homme Luxe is door. Dus er staat een Breggeman groep. Daar stond vroeger het huis van de eerste wijkagent van het Sleutersveld. Dat was de heer Oddink. En die woonde daar, was een heel mooi huis, tenminste toen in die tijd voor ons. Neemt ze geen dik nodding? Ja, was een hele dik mannetje. Ja, vaak achter ons aangehaald als we gingen zwemmen daar in de Lolé. Maar een mooi grasveld ervoor en er stond een heel mooi statig huis. Een echt mooi huis stond hij. En daar woonde de politie Odding. Was dat geen politiepost dan? Nee, hij woonde daar. Maar hij woonde daar. Ja. Die is nog boven door de Rabobank. Zo'n studiedek af en daar niet. Nee. Sorry met wil lopen, maar hier ben je ook geboren. Ja, tuurlijk. Om een paar traden afstaan. Ja, hier weer wel wat verschillende dingen. Ja, zeker. Ja. Wie staat nu bij Schutmans Dien? Ja, Schutmans Dien. Dit was Schutmans Dien. Nee, Schutmans Dien. Schutmans Dien. Gewoon Herman. Nee, Schutmans Dien. Die lange vrouw. En hij had twee kinderen, meer kinderen. Ja. Ja, en dan ben ik Koendering, die woonde in het kanaal. Is hij ook van Koendering dan? Ja. Dat is ook van hier voort. Oh ja, Jansje. En hij Jansje en dan hij Henk. Henk, dan zat je hier op een winkel samen met Simon. Oh ja. Zo was dat. Er zat nog een van die drie heupjes voor. De erkentjes. Van Israëls. Israëls. Oh ja. Ja, dat weet ik allemaal. Nou, Sandhuis Schier. Dat is weer de kleine. Dat was het winkeltje van die oude mevrouw Sandhuis. Een heel klein snoepwinkeltje was daar. Dina Sandhuis. En aan dat dan, Ben? Wat was dat dan? Dat hier hebben jullie hoesten hoog staan. Ja, nou, de keuken zie je er nog. De keuken van Nibo, hè. Maar dit was ons hoes hier op het schip. En dan zijn daar zo'n beetje stond de put. Oh ja, ja. En dan hou hier de slaapkamers aan de voorkant. En ik weet nog dat op het einde van de oorlog soms de Duitsers die trekken over de Venweg terug. Want dat hele spul daarachter, daar was nog niks van verbouwd. En hij trekt hier zeggen, oh de straat, hè. Ja. De revolver in de aanslag. Wie schrik als kinderen natuurlijk wezenloos. Ja. Hè? Ja, dat heeft er toen ook als zo'n toen hier woonde. Ja. Maar dat is nou oud. Er woonde Hanna Menus. En Hanna Menus, wie noemt het altijd loopt Niesblad. Maar die wist alles. Die had een droog gezin. En grote wichteraar, grote kinderen. En dan hadden nog een kraan. Dus een winkel van gasthuis. En dan hadden ze het woonhoek aan deze kant. En een winkel aan die kant. Ja. Een heel klein, zo'n klein winkel. Ja, dit hier. Maar is nu nieuw. En daarachter was de bakkerij. Ja, er woonden ook kinderen en kleinkinderen van gasthuis. Ja. En dan hier had hij een winkel. Maar ja, god, dat had niet veel in het lief. Want die moest natuurlijk haar werk een kop op baden. Zo. Ja. Zat u al vroeger Geit van Pol niet in? Ja, zat Geit van Pol. Geit Koendering. Geit Koendering. Ja, bijnaam Geit van Pol. Maar ik ben hem al best en toen zei ik meneer van de Pol. Ja. En toen lachen ze zo. Ja, dat zat hij. Maar dat was al dikke mik, want hier in een winkel. En de neus had de smederie. Ja, dat was de smederie. Je kunt alleen aan dak kunnen zien.
dat is nooit veranderd. Ja, en die smeder... Maar hier hebben ze een winkel met een klein beetje ISO aan en spul. Ja, ja. Maar ja, die smeder hier was... Toen was het hier wel over. Met smeder, dat was toen vroeger mooi. En al die peren had je dan stoppen. Ja, en die wiel, en die grote wiel. Stonden ze allemaal de peren te beslaan. Ja. En wiel. Ja, weet je natuurlijk ook niet dat door kleermakers ramp wordt. Ja, dat weet ik nog wel. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Maar toen in de China met trouw. Ja, toen wel verkering. Dan zaten ze hier voor het raam. Ja, hier zo, gewoon in de etalage zaten. Ja, gewoon in de Jan Trop en aan Later, kregen het waarschijnlijk, zie dat ding er nog wel. Achter in de tuin kregen dus de kleermakerie. Ja. Ik denk dat ding er, je kan nog niet van al de boskage, kun je het niet zien. Ja. Pakkersmid, hè? Pakkersmid, hier de bakkerie. En hij woont door een hoop, van dat kinder van Norm Bakker. Heb je Norm Bakker nog kent dan? Ja, 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 ik ken hem wel. Ja, met die kant, met dat witte haar, ja. En later kwam de zoon. Geitsmid. Een fanatiek BMVV. Ja. Dat langs de kaart zit de schok. En die sigaren zat op de eer. Dat was niet toch een keer. En was dat een zuster van trouw, die dan toen overal zijn bril zocht, maar dan hem op had? Moest mijn bril toch zeggen? Moest mijn bril toch? Annie, die woont door. En Annie, ja, hier woont hier, Martin, hier, daar heet nog wel op staan. Brood, koek en pakket. En daar zat Pakkersmid. Pakketzaak. Dit was de winkel. Nou, er woont volgens mij allemaal Smit. Dit was allemaal Smit. Maar op Nijn, hij Joost Smit. Drukkerij. Ja, dat was een drukkerie. En die was met Clara trouwens. Clara Tanken. Clara Tanken, ja. En dan hij. Dat was de drukkerie van Beukers van vroeger. Ja. Voor de bitprintjes en spul van de markt. Oh. Ja, nu heeft deze kaart was in Bedken Hart, tenminste toen dan schoot niet. Maar aan de oude kant, daar trouwde de Marie maar wat van vertellen, maar daar werd hij ook slaaf van. Ja, dat was slaaf huisjes, maar dat huis is natuurlijk nu helemaal opnieuw opgebouwd. Dat was zoiets als dat wat er zit, zeg maar, heel laag. En hij harm huisjes en treuhuisjes. En dan was er nog een zuster bij. Ja. Maar een heel bekende slager hier van Sleutersveld. Ja, daar slagen ze zelf nog. Ja, daar slagen ze zelf nog, ja.